Aan de Oost-West-verbinding in het resort Meerzorg staat het Peperpot Natuurbos. Een oude koffie- en cacaoplantage in het district Kommerwijnen met een oppervlakte van maar liefst 819 hectare. Deze plek is een voorbeeld van hoe een sterk in waarde gedaan bos van oude plantages weer hersteld kan worden. Het Peperpot Natuurbos is de enige oude plantage in Suriname die tot natuurbeschermd gebied is getransformeerd, met de bedoeling haar biodiversiteit te beschermen. Dit bos draagt bij aan de 93% bosbedekkingsgraad van Suriname en wordt beschermd door de stichting Peperpot Natuurbos. Het is niet toegankelijk voor mensen om zo te voorkomen dat de enorme biodiversiteit die daar voorkomt verstoord wordt. Dit bos biedt onderdak aan een overvloed van en een grote verscheidenheid aan diersoorten. Een aantal daarvan komen zelfs niet eens voor in de stedelijke gebieden van Suriname. Het Peperpot Natuurbos ligt op een unieke locatie midden in een gebied dat steeds meer stedelijke trekken vertoont. Het is daarom ook het enige aaneengesloten bos in een stedelijke urbaan gebied dat toegankelijk en intact is. 27 hectare, een klein deel van het Peperpot Natuurbos, is gelukkig wel toegankelijk voor bezoekers. Velen kennen dit als Peperpot Natuurpark. Het park biedt recreanten en toeristen op 15 minuten afstand van Paramaribo een unieke boservaring. Het park is daarnaast bij uitstek de plek voor praktische, educatieve en onderzoeksactiviteiten. Onderzoekers die gewerkt hebben in het Peperpot Natuurbos en het natuurpark hebben zoogdieren, waaronder katachtigen en herten, gefotografeerd. Dit is heel bijzonder in een urbane setting. Studies uitgevoerd door Surinaamse en buitenlandse wetenschappers hebben aangetoond dat de planten en bomen van het Peperpot Natuurpark en het bos ook een grote diversiteit aan zoogdieren en wel meer dan 300 vogelsoorten bezit. De enorme diversiteit aan vogels heeft Peperpot internationale bekendheid bezorgd en is populair bij vogelspotters uit binnen- en buitenland die hier absoluut aan hun trekken komen. Voor vogelspotten is er een speciale 12 meter hoge vogeltoren met een prachtig uitzicht in de kruinen van de bomen rondom de toren. In het park kunnen bezoekers genieten van de schoonheid van het bos, die op verschillende manieren ervaren kan worden. U kunt er wandelen, fietsen, kanoën, vogelspotten en die apen ziet u gegarandeerd. Maar u kunt ook rustig zitten op de comfortabele banken langs de looppaden om uw boservaring te verdiepen. Het park wordt ook wel gebruikt voor groepsactiviteiten, zoals speurtochten voor jongeren. Ook joggen in groepsverband is populair. Voor de uitbraak van de COVID-pandemie kwamen er ook heel veel scholen naar het park voor hun natuureducatieactiviteiten. Wij hopen dat dit spoedig weer mogelijk zal zijn. Maar Peperpot Natuurpark biedt meer. Ons achterterras met een prachtig uitzicht over de bamboetuin en de bomen aan de ingang van het park kan door bedrijven en organisaties gebruikt worden. Het Peperpot Achterterras is te huur voor allerlei soorten groepsbijeenkomsten, zoals bedrijfsuitjes, trainingen, workshops, jaarvergaderingen en nog veel meer leuks. Wij nodigen iedereen van harte uit om het Peperpot Natuurpark te bezoeken voor een onvergetelijke ervaring. Maakt u maar contact met ons voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden van het park. Om te genieten van de natuur heel dicht bij Paramaribo.